We zijn hier in Boksmeer en we zijn in de sportkantine van voetbalclub Olympia. En ik sta hier bij... Fred Rip. Fred, jij hebt vandaag wel een bijzondere onderscheiding gekregen, hè? Ja, ik ben erelid geworden van deze club. Maar waarom ben je erelid geworden? Omdat ik alles in deze vereniging doe. Tot bodycard, tot andere spandiensten, materiaalman bij het G-team. Helpen op donderdagavond in de kantine. Meegaan naar de uitwedstrijden van Olympia. Het blauwe hart zit in mijn hart. Gaat er niet meer uit. Nou kijk, dan ben je erelid geworden. Wat houdt dat in? Kom je in een galerij te hangen of wat is de bedoeling? Ik kom in de galerij te hangen. Dan moet ik even omdraaien. Hier zie je allemaal foto's. Dat zijn allemaal ereliden. En daar kom ik tussen te staan. Nou, dan ben je eigenlijk nu een prominente Boksmerenaar. Ja, dat besef ik nou, ja. Maar andere vraag, ga je vandaag ook nog voetballen? Nee, ik voetbal al een tijdje niet. Ik ben materiaalman en een assistent van André en Bart van het eerste van de G1. Nou, ik zou zeggen, geniet heel erg van je onderscheiding en een hele fijne jubileumdag. Deze heugelijke dag, is dat voor de 25e keer inderdaad? Nou, het is 25 jaar G-team, maar volgens mij is het zelfs al 27 jaar G-team. Maar ja, we weten allemaal waarom dat toen uiteindelijk uitgesteld is. Ja, en net zo'n dag van vandaag. Een hoop voorbereiding, leuke mensen die voetballen. Nou ja, weet je, bij het G-team daar loopt heel veel goede begeleiding op. En we hebben het net gezien met de lunch en de spellenmiddag die eraan zit te komen. Ja, daar zit natuurlijk heel veel voorbereiding in. Maar zoals spreekwoord luidt, vele handen maken licht werk. En daar is hier in ieder geval geen gebrek aan. Oh, kijk, dat is heel wat, want dat kan tegenwoordig niet iedereen meer zeggen, hè? Nee, als ik zie, we hebben van de week op de ledenvergadering als club de ouderparticipatie aangenomen. Waarbij we dus bijna verplicht moeten stellen dat ouders hun bijdrage gaan leveren en ook leden zelf. Maar wat ik net al zei, bij het G-team hebben wij in al die 25 jaar kunnen putten uit een hele grote groep vrijwilligers. En wat is nou zo bijzonder aan zo'n dag voor het G-team? Het is uiteindelijk een viering van waar ze al 25 jaar plezier hebben. En elke zaterdag, maar ook op de dinsdagavond, hè, als zij hun clubavond hier hebben. Met een hele groep mensen precies doen wat net verteld werd door Fred Rip, hè, die wij erelid hebben gemaakt. Plezier maken met z'n allen en genieten van het samen zijn. Genieten van het voetbalspelletje. En een hele grote bijdrage leveren aan deze club. 1, 2, 3, 2. Ben jij al lang lid van het G-team? Al 25 jaar. Oh, kijk, dat is al heel lang. En wat vind je nou van zo'n dag net als vandaag? Supermooi. Heel leuk dat de leiders allemaal zo doen. En kijk af is het. En als jullie uit gaan spelen of hier spelen, dan speel jij ook in het team mee? Ja, met een G1. En dat is mijn vraag natuurlijk, winnen jullie vaak? Waar willen wij altijd winnen, maar dat lukt niet altijd. Nee, maar het plezier erin is ook fijn, hè? Ja, zeker. Heel veel plezier hebben onder elkaar. Nou, ik zou zeggen, ik ga gauw terug naar het team en een hele fijne dag. Dankjewel. Doen we.